Welkom, allemaal. Mijn naam is professor Tom. Ik hou me bezig met het ontwikkelen en het maken van hele speciale dingen. Vandaag wil ik samen met jullie een robot gaan maken. Maar eerst voordat we dat gaan doen, wil ik je wat vertellen over robotten in het algemeen. We hebben robotten die jullie nog niet zo bekend zijn, misschien, maar die in huis voor ons alles schoonhouden. Dat noemen ze de stofzuigrobot. Nou, dat zijn hele leuke apparaten. Die zet je aan en die stof zuigt in alle hoekjes, alle gaatjes het stof weg. Deze is voor jullie misschien niet zo bekend, maar ik laat je er nu een zien: de grasmaairobot. En de grasmaairobot, die hebben jullie allemaal wel eens gezien. En dan denk je niet gelijk aan een robot, maar dit is echt wel een robot, want hij weet precies zijn route te vinden om het gras steeds in perfecte conditie te houden. Dus de papa's en de mama's krijgen het eigenlijk steeds makkelijker. Terwijl jullie. Nog steeds hard moeten leren. Maar dat is ook een hele uitdaging. Wij gaan eens kijken naar een robot die jou kan gaan helpen. En niet gaan helpen in de zin van het uitvoeren of niets, maar meer van vriendschap. Want in deze tijden kom je niet bij elkaar, je mag amper met elkaar communiceren. En daarom is het belangrijk dat jij je eigen vriendschapsrobot gaat maken. En daar heb je natuurlijk een aantal spullen voor nodig. Denk aan wc-rollen, kartonnen dozen, stukken papier. Nou, ik heb hier een aantal spullen staan. Er staat hier bijvoorbeeld een stukje isolatiemateriaal. Er zijn dopjes bij, een, een achtlichtfiets uh, lichtje, stukjes plastic, uh, houten plankjes, uh, lege flesjes, stukjes hout. Noem het maar op. Jullie zijn heel creatief in dat gebied. Ik ga jullie vragen om een aantal van die spullen bij elkaar te zoeken waarvan jullie denken dat wordt mijn vriendschapsrobot. Ik zie jullie graag snel terug en dan gaan we kijken hoe we verder gaan. Succes! Zo, welkom terug. Is het jullie gelukt om alle spullen te vinden? Nou, ik ben al aan het tekenen begonnen en ik ben heel benieuwd naar jullie robotten, wat jullie daarvan gaan maken. Uh, jullie kunnen gaan bouwen. Ik ga er ook in bouwen. Maar een echte professor maakt eerst een ontwerptekening. Succes met jullie opdracht. Ik ga weer tekenen. Hey, leuk dat je weer terug bent bij professor Tom. Ik ben wel heel benieuwd naar jullie ontwerpen. Maar zoals je ziet. Ik heb mijn eigen robot ook gemaakt, want ik had het jullie beloofd. En professors die maken natuurlijk prachtige robots. Want ik ben ook de beste professor van Nederland. Uh, ik heb het zelfs zodanig gedaan dat mijn vriendschapsrobot kan praten. Ik ga hem eerst even een vraag stellen. Robot, wat is jouw naam? Hallo, ik ben Robo Tom 1. Dat is een mooie naam, Robo Tom 1. Uh, Robotom 1, vind je jouw model geslaagd? Robotom 1 vindt zich op een robot lijken. Nou, ik ben er wel heel blij mee. Ik heb dus wel mijn doel gerealiseerd. Uh, stuur alstublieft leuke telefoonfoto's op naar ons van jouw robot. En wij zijn heel benieuwd. Succes en tot de volgende keer. Tot ziens. Hallo allemaal, ik ben Robotom 1. Ik ben nog wat vergeten. Jullie hebben een werkblad waarop vragen staan. Die kunnen jullie maken en die kunnen jullie insturen. Dit is Robodom 1. Tot de volgende keer.